Goedemorgen beste kijkers, welkom weer bij deze nieuwe vlog. Vlog 253 alweer, gaat hartstikke snel hè. In de vorige vlog konden jullie zien dat wij een hele mooie picknickplaats in de bergen hadden gevonden. En we gaan rijden verder en we stuiten op een enorm rotsblok. Dus hoe dat af gaat lopen, dat ga je nu natuurlijk in deze vlog zien. We leveren het mijn kunstwerk af in Antas bij Petra en bij Erik. En we willen jullie eigenlijk ook nog een huis laten zien wat te koop is. Is weer opnieuw in de verkoop. Want de vorige koper die durfde het niet aan en wilde toch maar weer terug naar Nederland. En dat is voor ons wel heel fijn, want wij kunnen jullie natuurlijk weer een onwijs leuk huis aanbieden. Het ligt aan de rand van Los Lobos. Het heeft hetzelfde uitzicht als wat jullie, kijk eens, hier zien. Alleen een stukje meer die kant op. En het heeft een toegangsweg ernaartoe. Dus er is niet zo dat het een doorgaande route is voor verkeer. Het heeft een grote garage, 3 slaapkamers, 2 badkamers, een binnenpatio, 2 zijterrassen. Gewoon hartstikke leuk huis voor 110.000. Hij staat te koop voor 125, maar ik weet van de verkopers dat ze met 110 ook akkoord gaan. Dus dat wordt dan niet meer afdingen. Dat heb ik eigenlijk al voor jullie gedaan. Dat laat ik jullie nog zien, maar vooral heel veel plezier bij het kijken van deze nieuwe vlog. En plezier, daar gaat het om hier in Spanje. Lekker genieten. Tot straks. Leuke Luc! Oh, wat ben je blij! Er staat Isla de Terreros en Isla Negra, Polpi Almeria. Ja, dat is die grote beeld daar boven. Ja, mooi. Dag doggies. Het is het uitkijkpunt, de habitat van het autonome de Polpi, wat er allemaal leeft. Nou, en wilde honden natuurlijk ook, hè. Maar schildpadden, kikkers, mooie planten, ja, meeuwen natuurlijk, meeuwen ook. Slangen. Ja, van alles. Het is een prachtig punt hier. Flinke put hier, hè? Ja.
doet de weg wat slechter, hè? Zie je dat? Ja. Nu moet je niet met de camper komen. Een beetje links of zo aanhouden of wat doen we? Nou, een beetje lastig dit. Ja. Oh, zo. Oh, low hé. Flinke kuilen. Daaruit komen. Het is maar afwachten wanneer een weg stopt. Wanneer een weg stopt met een weg te zijn. Dan is de weg weg. Ja, hier is die nog. Nou ja. Dit gaat ook goed. Dat we weer in de bewoonde wereld komen. Een golfje. Ja. Ja, je spoor. Mooi, hè? Al bijzonder, zo'n keurig net aangelegd spoor. En dan zo'n hobbelweggetje ernaast. Oh, dat is mooi daar. Stap eens. Even kijken of ik de kijkers kan laten zien wat daar te zien is. Daar een stukje. Oh, wat is dit nu? Mogen we niet verder? Er ligt een steen op de weg. Even wachten hoor. Oh, dit is wel heel gaaf. Zal ik even stoppen? Ja. Zal ik even kijken of je er doorheen kan? Momentje. De weg hier met, of hier met de jeep langs kunnen. Hier kunnen we met de jeep langs. Hier kunnen we ook met de jeep langs. Even kijken of we hier weer de weg kunnen vervolgen. Ja, dus ik ga Leo even helpen. Rustig aan. Stapje voor stapje. Nu naar rechts. Oh, ja. Oké, ik stap weer. Yo. Deze niet hoor. Het ging helemaal goed joh. Het ging echt helemaal goed.
hier ook. Het is wel heel. Stapje voor stapje, een beetje meer naar links denk ik, voor die stenen hier. Ja, als ik ga je, denk naar rechts, juist. Dan gaat je radiator er anders aan. Nee, die zit goed geworden. Ach, we gaan maar stuiven. Oh, hier rechts is ook nog een pad, zie je dat? Ja. Die kunnen we ook nog nemen. Hier gaan we onder het spoor door. Kijk hier, ponies. Ja. En geiten. Ach, wat zie je. Die kunnen schuilen in de grot hier. Ja. Oh, één Shetlandje, maar gelukkig niet alleen. Ziet er goed uit. Ja. Mooi hoor, mooi kleurtje. Misschien. Weer een paardje. Hier rechts aan wel? Ja, kijken waar we uitkomen. Hoe zullen we gaan? Ja? Nou, die hebben ze alle mooie spullen op nog gehaald. Ja, een hele dikke kalkoen. Nee, zag je hem? Ja, zag je. Nog van de knoop. Ja, wat het zijn, maar het lijkt wel of de mensen ook gewoond hebben hier in dit huisje. En nu misschien als stal gebruiken of zo. Oh, dit is voor het spoor. Ja. Ja. Die hond. Aanleg van het, de hoge snelheidslijn. Ja, ja. Hoe gaat die straks? Zo, hé. Het zal er een hoop veranderen hier. Ja, hier komt het sporten, hè. Daar gaat hij zo. Godzin. Wij vragen ons nog steeds af waar we zijn. Maar we weten het nog niet. Leo denkt Polpi. Daar kan hij best wel iets gelijk in hebben. Oud hè, dit? Ja. Ja, het is Polpi hoor. Ja, het is Polpi. Heb je het vanmorgen onderzocht, dit? Ja, vanmorgen en gisteren. Ah. Ah, daar loopt iemand. Lijkt Peppa wel. Dat kan Peppa best wel zijn, hoor. Zo. Dat moet ik.
Oh, die is mul. Oh ja, hier zijn de schildpadjes, jongens. Hele lul. Ja, maar die zien we nu niet. Het is zaterdag vandaag en we gaan eens eventjes kijken wat het weer gaat doen de komende dagen. Ik zet het wijzertje eventjes hier op dat zwarte streepje. Hij staat er goed op en ik ga tikken. Het loopt iets terug. Kijk. En dat klopt ook, want we krijgen een Kalima, dus een Sahara zandstorm. Ik ben klaar met het monteren van mijn vlog. Hij is nu aan het laden en wij gaan even bij Blanca een hapje eten, want we lusten wel wat, want het is inmiddels alweer 2:30 en we nemen Lucky natuurlijk mee. Goedemorgen op deze zondagmorgen. Leo zit nog even op zijn telefoontje te kijken. Hoi. Gisteravond gingen we eten hier in de bar. En toen kwamen er wat vrienden bij de tafel zitten en daarna kwam de buurman toen die vrienden weer weggingen. Toen kwamen de overburen, gingen we ook nog even lekker gezellig Spaans mee kletsen, goed oefenen. En toen kwam er een jong stel aanlopen met grote zware rugzakken, 2 backpackers. En wij vroegen waar ze vandaan kwamen. Nou, ze kwamen uit Duitsland, hè Leo? Ja. En waar gingen ze naartoe? Oh, dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Nee. Maar ze kwamen met de bus hier naartoe, hè? Kijk, ja, zo. Daar hebben we Yannick. Hey, Yannick heeft gedoucht. En Sarah slaapt nog. En die hebben vannacht bij ons in de camper geslapen. En nu hebben we een ontbijtje voor ze geregeld. Okay. En dat is een hele leuke verrassing. Nou, onze gasten, we hebben dat eventjes gevraagd, die hebben als einddoel Sevilla. Want daar hebben ze een vlucht vanaf geboekt. Moet ze over 10 dagen zijn, hè? Over 10 dagen moeten ze in Sevilla zijn. Ik heb ze ook gezegd dat dat 600 kilometer hier vandaan is. Maar ze willen ook nog Gibraltar zien. Maar ze doen alles lopend of per bus. En ik heb ze verteld dat ze vanaf hier kunnen ze de bus nemen naar Almería. En in Almería is het natuurlijk een provinciehoofdstad, dus daar is ook een busstation. En dan kunnen ze weer via Malaga richting Gibraltar en van Gibraltar weer. Ja, en dat Sevilla. In 10 dagen, hè? Ja, dat moeten ze in 10 dagen Jeetje. Doen. Jeetje. Ja, maar echt, ze doen dus alles per bus en lopend. En ze hebben heerlijk in de camper geslapen. Ja, ze hebben heerlijk geslapen. Dus straks en ze hebben ook heerlijk gedoucht. Dus. Ja, ja. Helemaal goed. En jij gaat lekker een yoghurtje eten. Ja. Nou, ik ga eventjes een fotootje maken en dan
Dan gaan Sarah en Yannick weer verder reizen. Eerst maar even een fotootje maken en even dag zeggen, dan kan ik dat fotootje opsturen. Who's lucky? Lucky from... Oké. Zo, het kunstwerk is in de auto, jongens. En we hebben Yannick en Sarah uitgezwaaid. Laten we dus eventjes zien, het is ontzettend bewolkt. Het is niet geel, gelukkig. Maar de wind was het wel. En dit zit er dan op de auto. Gewoon een hele dikke laag Sahara zand. Hier in de kier. Hier op het raam. Echt heel vies. Gaat zie Derry. Kijk eens. Hier op de auto. Nou ja, dan begrijp je wel dat de camper ook ontzettend vies is. Maar die gaan we van de week wel wassen. Als het rare weer weer weg is. En om uur of 1, dan gaan we weg naar Antas. Dus tot zover. Kijk eens, daar zit Lukkepuk in de auto voorin. En zien jullie, jongens, hoe bewolkt het is. Allemaal stof. Sahara stof. Nou, daar gaan we. Op naar Antas. Remember the first time I looked in your eyes. I saw the rest of my life. I was so worried you were looking through me, wondering what you would see. I never felt I measured up until I felt your love. Your love has opened my eyes for the first time. My heart has nowhere to hide, and it's alright. You make me feel like there is nothing I can't do as long as I'm loved by you. You give me nog even iets wat. We gaan nu het huis laten zien. Dus we nemen jullie mee. We doen het eventjes met de Jeep. Het is te lopen en dan kunnen we via de Rambla. Dat gaan we nu niet doen. We gaan nu gewoon via de weg naar dat huis. Bij ons vandaan rijden we hier op de Calle Principal, de hoofdweg. Dan hebben we hier links bar, restaurant van Blanca, Bar La Parroquia. En hier hebben we de gymtoestellen. Langs het speeltuintje hier. En daar heb je de Bar Carpe Diem. En bij Bar Carpe Diem zouden we eventueel naar links kunnen, maar we kunnen ook de volgende pakken.
Dus gaan we hier bij de Supermercado Roy Fair. Gaan we hier linksaf. Hier is de Supermercado. En dan pakken we deze weg en die volgen we. Houden we rechts aan. Het is eigenlijk allemaal te loog, want het is echt maar een paar honderd meter. Dan nemen we dit pad langs het mooie Witte Huis. Langs de militaire aggregaat. Of wat het ook is, hè? Ja, aggregaat. Ouderwets ding. En dan heb je hier, dat is wel heel leuk hoor, het weggetje, het bestemmingsweggetje. Hier rechts staat een huis. Die mensen zijn er alleen maar tijdens hun vakantie. Dan heb je rechts een huisje. Die mensen zijn er ook tijdelijk. Deze mensen, dit is een vakantiehuis. En dan komen we aan bij het huis wat te koop staat. En de Engelse eigenaren die zijn nu terug naar Engeland. Kijk, dit is het huis, dit is de muur. Dan rijden we tegen een soort schutting aan. En ik ga even uitstappen en even het een en ander aan jullie laten zien. Kijk, dan heb je dus dit als uitzicht. Ik zet hem even op pauze. Oké, dit is het huis. En het ziet er heel klein uit. Het staat ook op internet te koop. Dan zoek je even op Sevende Los Lobos, Spanje. En dan kom je dus uiteindelijk bij dit huis aan. Dit is alleen nog maar de veranda. Dan denk je, oh, dat is een heel klein huisje. Nee, nee, dat is het niet. Kijk, voor het leuke zou je hier natuurlijk een ander dak op kunnen zetten. Want dit is van dat soort van dat golfplaat. Maar het terras is echt heel erg groot. Daar kan je gewoon heerlijk in de schaduw zitten. Mooi gezicht zo, hè. Is de poort open. Nee, deze poort is op slot. En dan heb je dus dat prachtige uitzicht waar Leo nu staat. Je hebt 's morgens natuurlijk zon op de veranda. En dan loop ik eventjes hier naartoe. Hier heb je een zijterras. Dus als het te warm is. Of je wil 's avonds nog eventjes in de zon, dan kan je dit terras gebruiken. Achter deze deur is de keuken. Allemaal compleet. Zonneschermen. Hier zit een waterfiltersysteem in. En daar heb je nog een buitenbarbecue. Hier kun je ook makkelijk een grote tafel neerzetten of een bankje of wat ook. En dan lopen we hier naar achteren. Dan komen we bij de garage uit. En achter de garage, momentje, de garage is een deurtje naar de patio en een deurtje naar het huis. Dus je hebt eigenlijk 1, 2, 3 uitgangen. De garage is heel groot, heel diep. Dus je hebt heel veel werkruimte ook als je je auto neerzet. Hier staat een huis. Dat huis staat te koop, maar daar moet zoveel aan gebeuren dat het eigenlijk niet verkoopbaar is. Eigenlijk helemaal niet verkoopbaar. Hier is een poortje. Dat hebben ze wel schoongemaakt. Ik weet niet wie het heeft gedaan. Maar dit was eerst helemaal begroeid. Ja, dat is nu weer netjes. Nou, dit huis, ja, dat is... Kijk, en als je nou via dit pad rechtdoor loopt, daar is een café, een truckerscafé. En daar kan je voor heel weinig kan je een heerlijk maaltje kopen. Dit land, wat je hier ziet, dat wordt bebouwd met groenten. Het is geen bouwgrond, het is akkergrond. Je hebt dus heel veel groenten hier. Dus dan kan je, als er groente staat, kan je daar je groenten van het land een kropje sla plukken of een kropje donkere krulsla of wat ook. En dan heb je hier die schutting. En veel mensen denken van ja, wat is dat nou weer? Dat is een schutting, zo'n ding naast ons huis. Nou, zal ik even uitleggen wat dit is. Deze man heeft hier opslag staan, want het is die man die woont in Los Lobos. Heel aardige vent. En die bouwt zwembaden. Dus hij komt 's morgens, komt die spulletjes halen, wat hij nodig heeft. En dan gaat hij weer weg. Dus er wordt hier niets gebouwd of wat ook.
Dit huis heeft een gewoon elektrasysteem, een gewoon water. Dus je zit niet met septic tanks of wat ook. En zoals je ziet is het best wel diep. Het heeft 3 slaapkamers, 1 hele mooie luxe slaapkamer. Een slaapkamer met een luxe badkamer bedoel ik, met bad. En dan is er nog gewoon een slaapkamer en daarnaast is nog een normale douche. Dan heb je nog een slaapkamer met een stapelbed. Handig voor logees. Je hebt geen tuin. Dat heb je niet. Maar moet je kijken voor je wat een tuin je hebt. Wat een uitzicht. Waar Leo loopt. Kijk, dit is een plaats voor een campertje of een plek voor... 2 auto's, dat kan ook nog. Je hebt hier een citroenboom. Ja. Staat heerlijk in bloei. Ja, die staat in bloei en die moet echt geplukt worden, want er zitten citroenen in, die zitten er al een jaar in. Ruikt heerlijk. Ja, de bloei van de citroen. Dus dan heb je je citroen, waar je heerlijke citroenlimonade van kan maken. Als je denkt van, goh, daar is nog een kaal stukje land, dat hoort er niet bij en de buren willen dat ook niet verkopen. Gewoon om te voorkomen dat er gebouwd wordt. Nou, er staat een schotel op het dak. Dat hebben Engelsen vaak. Kan je er gewoon afhalen, want je kan hier gewoon glasvezel laten installeren. Kost niks als je dus een abonnement neemt, telefoonabonnement bij de Vodafone. En dan heb je gewoon een abonnement. En dat zijn een paar tientjes, nog geen 100 euro. Per maand. Wij hebben 2 telefoons en internet, glasvezel en 2 telefoonnummers. En dan betalen wij 70 euro per maand. Ik zie Luc een beetje moeilijk lopen. Die heeft misschien een stekeltje onder de voet. Leo? We moeten even Luc helpen, want ze heeft een stekeltje onder de voet. Luc heeft een stekeltje onder de voet. Ja, hier. Ze was hier een beetje nieuwsgierig. Ik denk rechts, links voor. Hier zo. Je hebt van die hele kleine prikstekeltjes, heb je. En die blijven dan in een kussentje zitten. Maar die haal je er ook zo weer uit. En dat laat ze gewoon allemaal toe. Dat is helemaal goed. We zijn toevallig vorige week nog naar de dierenarts geweest. Ze moest rabies hebben en nog een prik tegen de vlooitjes en dat soort dingen. Ze heeft 2 wormenpillen gehad. We zijn een half uurtje binnen geweest. En daar hebben wij 76 euro voor betaald. Dat is ook een stuk goedkoper dan in Nederland. Hier is ook weer een citroenboompje. Of een sinaasappelboom. Ik weet het niet. Is ook citroen? Oké. Okay. En moet je kijken jongens. Als je een hond hebt. Dan kan je hier zo naar beneden rijden. Lopen. En dan heerlijk die natuur in. Ook die velden daar. Dat is allemaal groente. In de verte zijn daar mensen aan het werk. Die zijn aan het oogsten. De vrachtwagens waar al die groenten ingaan, die gaan via de Rambla naar de groothandel, denk ik. En oh, dat is een bekende meneer. Die zou daar misschien wel wonen. Wat hier langs komt via deze weg, dat zijn wat tractoren. Dat is niet elke dag, alleen wanneer er geoogst is. Rechts van de Rambla kan je helemaal naar zee. En dat is hoeveel kilometer naar zee, Leo? Villa Ricos? Hoeveel? Villa Ricos, denk 3 kilometer. Ja, 3 kilometer naar zee. Ja, nou, dat is wat fantastisch. Mooi uitzicht. En wat maakt dan die schutting uit? Vind ik persoonlijk hoor. Je kan zelfs nog vragen aan die man of die hem, of dat je hem zelf gaat schilderen, dat je hem mag schilderen of wat ook. Maar nou, dit is het huis. Echt een heel leuk huis. Hele mooie plek. De jasmijn. Groeit een jasmijn tegenaan. Ik ga nog even zo staan. Dan zien jullie eventjes hoe het eruit ziet. Als je 's morgens op je veranda zit.
Zet nog wat in de pootje. Ik ga even kijken. Hey, we gaan weer naar huis. Ik denk dat Leo via de Ramla gaat. Makkelijkste, hè? Makkelijkste, ja. Maar dan zie je het. Je hebt heerlijk privacy hier. Maar je bent al dichtbij het dorp. En je kan zo naar een cafeetje lopen. En lekker gezellig wat de mensen doen. Lekker kletsen met elkaar. Een beetje socialiseren hier. En dat. Ook leuk om een jeep aan te schaffen. En dan de binnenlanden van Spanje ontdekken. Prijs, ik weet niet of ik het al gezegd heb, volgens mij wel, is op internet staat het voor 125.000 euro. We weten dat de eigenaren akkoord gaan met 110. De makelaar is Kohls van Andalusia, Kohls met C-O-L-E-S, Kohls van Andalusia, en die zitten in Turre, T-U-R-R-E, in Spanje. Meestal staat er op zo'n kerel of een idealista staat er ook een naam bij van de verkopende makelaar. Dus die moet je wel contacteren. En ze spreken Engels. Dus dan hoef je niet bang te zijn dat je een heel verhaal in het Spaans hoeft te doen. Poesje lekker. Kijk, en dan zijn we weer in Los Lobos via weer een ander weggetje. En dan is er ook nog een ander huis dat te koop is. En dat staat hier links. Dat staat ook te koop. En dat is iets goedkoper. Ik geloof 98. Zoiets. Heeft geen achterdeur. De meeste huizen hebben ook maar één deur. He, maar dat huis, voor degene die het willen weten. Je hebt één deur. Heeft één deur. Het heeft één deur. En hier zijn we bij het Plaza Mayor. En het huis van Manuela. Dit is het huisje van de mensen die in Sorbas wonen. En het pleintje waar mensen met een camper kunnen staan. Elke morgen komt hier de vuilnisman. En elke morgen vroeg komt de bakker. Dus dan kan je je verse warme broodje halen. Of je pain de chocola. En dan zijn we hier weer. Zijn we weer bijna thuis. Het huis van Anna. En het huis van Herman en Wilma. Waar de was lekker buiten hangt. En daar is onze waslijn. En dan gaan wij ook straks lekker een kopje koffie drinken. Dat was het einde van de vlog. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden deze week. Oh, die kip. Die kip die schreeuwt ontzettend in mijn oor. Die heeft net eten gehad en die is toen lekker aan het fluiten gegaan. Maar als die meer dingen hoort, zoals vogeltjes en kanaries die er nu zijn. Er zijn nu kanaries en puttetjes in de bomen. De bijeneters, dat zijn hele mooie blauwe vogels, blauw en geel. Die zijn ook weer in Spanje. En de hop is natuurlijk weer terug in Spanje. S'avonds gooien de krekels weer. Dus het is echt, de zomer begint hier in Spanje. En dat kunnen wij heel goed merken. De eerste vijgen zitten al aan de boom. Er is weer van alles en nog wat in bloei. Dit was de nieuwe vlog. Tot zover kwam ik eigenlijk. Maar ja, dan word ik weer gestoord en dan ben ik afgeleid. En dan ga ik weer andere dingen vertellen aan jullie. Zo ben ik wel een beetje van de hak op de tak. Maar mochten jullie deze vlog leuk vinden, doe dan even een duimpje. En reageer onderaan de vlog. Schrijf gewoon wat leuks. Ik vind het heel leuk om jullie te lezen en om wat terug te schrijven.
En ik heb daar echt geen dagtaak aan. Het is gewoon een paar minuten werk. Dus hartstikke leuk. En we hopen jullie te zien volgende week weer zondag vanaf 7 uur. Maar slaap lekker uit, want om 10 uur zijn we er ook nog. Doeg, later!